Er komt er een hele hoop aan. Het is inderdaad nu nog hier rustig in de Pekingtuin. Dat gaat er op 27 april heel anders uitzien. Er staan hier weer een hoop mensen die genieten van het hele programma wat we gaan neerzetten. Er komt hier natuurlijk weer een heel groot avondprogramma met leuke artiesten. Frans Duits komt, Birgit Lewis komt optreden. Maar er zullen ook een hele hoop festiviteiten gewoon zijn in het centrum. De groots opgezette rommelmarkt, de kinderspelletjes 's ochtends hier in de Pekingtuin, waar bijna 600 kinderen elk jaar wel aan meedoen. Er zijn koningsspelen, dus schaken en dam in de Laanstraat. Dus er is genoeg te doen voor iedereen. Nu zijn dat de dingen die bijna elk jaar voorkomen natuurlijk. Maar ja, 4, 5 mei, 70 jaar zijn we bevrijd. Ja. Dus ik heb gehoord, het is een hele feestweek. Klopt, we zijn om tafel gegaan met het 4 en 5 mei comité. Ook samen met onze partner van het evenement No Name Events. En dan zijn we gaan kijken wat de mogelijkheden zijn voor een feestweek. Nou, nu maakt die feestweek dat een beetje lastig, omdat voorheen lag natuurlijk 30 april iets dichter bij 4 en 5 mei. Nu met 27 april kwamen er wat dagen bij, dus het doel was eigenlijk 11 dagen activiteit in het centrum. Nou, daar komt natuurlijk ook een kostenplaatje bij kijken. Uiteindelijk hebben we het ingezet op 11 dagen en zijn we nu tot 6 dagen activiteit gekomen. En nog steeds iets waar we met z'n allen ontzettend trots op zijn. Nou, we beginnen meestal met onze vergadering in september. Dan gaan we meestal kijken van, kijken we terug ook op het jaar, hoe is dat gegaan? We gaan brainstormen met elkaar van, wat zijn dingen die we volgend jaar anders willen doen, willen verbeteren en misschien wel nieuw willen doen. En uiteindelijk echt vanaf januari zijn we echt wekelijks bezig met de hele voorbereiding voor 27 april. Laten we beginnen nog even met de natuur van de vorige keer. Zijn daar nog vragen over of punten of wat van anders zich heen? Hoe is het daarmee? Nou kijk, uiteindelijk, ik zeg wat, verhuren bijvoorbeeld ook kramen in het centrum. Dus vanaf januari zetten we dat account eigenlijk als het ware een soort open dat mensen zich weer kunnen aanmelden voor een kraam. Maar je gaat ook kijken van welke artiesten gaan we boeken. Je begint ook met een stukje sponsorwerving, want uiteindelijk bepaalt dat op wat voor manier je het hier kan brengen. Welke artiesten kunnen we gaan boeken? Kunnen we één artiest of kunnen we misschien wel twee artiesten? Kunnen we misschien extra kinderspelletjes neerzetten waarmee ze kunnen spelen? Dus op die manier krijgt het programma een beetje vorm naarmate je sponsors gaat binnenhalen vanaf januari dat we starten. Ik heb ook voor de eerste keer een collecte gehouden. Ja. Is dat nodig? Ja, dat is zeker nodig. Het lastige is dat heel veel Barenaars denken namelijk dat Koningsdag wordt georganiseerd vanuit de gemeente. En dat het eigenlijk zoiets standaard is, het is er elk jaar, waarom zou ik er eigenlijk lid van moeten worden? En dat komt eigenlijk omdat mensen zich niet bewust zijn wat er aan de achterkant, dat er een vereniging achter zit die met 10 bestuursleden vrijwillig deze dag organiseren. En ja, we krijgen een stukje subsidie, maar dat is lang niet genoeg voor hetgeen wat we totaal organiseren. Het subsidiegedeelte van de gemeente is eigenlijk alleen al nodig om aan de veiligheidseisen te voldoen die we in het centrum moeten realiseren om te zorgen dat alles goed verloopt. Nu hoor ik jou een tijdje terug zeggen van, nou, eigenlijk moeten we zelf een logo hebben. Ja, dat klopt. We hadden niet echt een logo. Het was meer de naam Vereniging Baren Oranje. Terwijl we echt toch steeds meer een oranje vereniging zijn. En ook omdat we meer leden willen werven. Dat ook een beetje een jongere leeftijd lid wordt van de vereniging. En daarmee een soort ambassadeur van Koningsdag. Zeiden we eigenlijk dit jaar van, misschien moeten we wel naar een nieuw logo. Wat toch een beetje het authentieke in stand houdt, maar toch ook weer wat moderner is, wat mensen meer trekt om bij de vereniging te komen. Of je moet zeggen, maar je maakt dit is het standaard logo en je maakt die bijvoorbeeld ook nog in een witte versie. Dat zou ook kunnen. Als je een keer... Dat je dus de tekst zwart en wit doet. Ja. Dan heb je je logo en... Ja, dus dat, en je daar... dat je een kleurlogo maakt voor op wit papier en bijvoorbeeld hetzelfde logo gewoon in het wit. Mm-hmm. Voor mocht je een keer op een oranje papier willen drukken, dan is je logo gewoon op dat papier gewoon wit. Dit jaar helemaal in het nieuw logo. We hebben dit jaar zelfs ook nieuwe jassen gekregen in samenwerking met Wim Hogeveen. Dus daar zijn we ook ontzettend blij mee. Dus het is nieuwe vlaggen, nieuwe jassen, dus we zijn helemaal in het nieuw. We hadden het net over vergunningen.
Daarvoor moet je naar de gemeente. Mm-hmm. We hadden het er net ook al over, het is dit jaar een beetje anders. Hè? Mm-hmm. Het is toch een hele week. Dan ga je denk ik om de tafel zitten met No Name Events, met 4-5 mei comité. Ja. Wie komen er meer bij? Uiteindelijk zitten ook de gemeente zit erbij. Er zitten een aantal mensen bij die het risicogedeelte bepalen vanuit de gemeente. Maar er zit bijvoorbeeld ook de politie zit erbij, de brandweer zit erbij. Degene die vanuit de gemeente verantwoordelijk is voor verkeer, omdat dat er ook bij komt kijken. Dus uiteindelijk is het een best wel grote groep die met elkaar gezamenlijk praat over Koningsdag. Allereerst welkom. We zijn hier om het evenement 4-5 mei, Koningsdag en feestweek te bespreken. Wie ben ik? Mijn naam is Luffy Bergen. Ik heb overal in. Je was pas geleden ook een jaarvergadering. Dan denk ik, ja, wat doen jullie daar dan? Nou, uiteindelijk omdat we een vereniging zijn met leden, zijn we in die zin verplicht, en we delen het ook graag, dat onze leden mogen naar onze jaarvergadering komen, zodat we hun vertellen wat we gaan organiseren. Omdat zij natuurlijk een beetje uiteindelijk ons financieel steunen met deze vereniging. Ja. U in ieder geval van harte welkom bij de Algemene Ledenvergadering. Ja, leuk mondvol, hè? Ja, nee, maar het is altijd leuk dat u erbij bent. Het is perfect. Ja. Jullie vieren zelf nooit Koningsdag natuurlijk. Je moet werken. Ja, wij moeten werken op Koningsdag. Ja. Ja. Ik vind het niet zo erg. Ik heb jarenlang natuurlijk kunnen genieten van Koningsdag. En ik moet eerlijk bekennen dat ik meer geniet van Koningsdag als je het zelf organiseert. Omdat je weet wat eraan vooraf gaat en wat er allemaal bij komt kijken. En als je dan een lange aanloop hebt, eigenlijk vanaf september, maar vanaf januari intensief. En je ziet dat je een geweldige dag hebt. Ja, dat is beter gevoel kan je niet krijgen. Kinderen moeten lekker kunnen spelen, de volwassenen moeten lekker kunnen genieten van de dag, van de rommelmarkten, van het avondprogramma. En uiteindelijk moeten ook de ondernemers in het dorp moeten ook een goede dag eraan hebben gehad. Lekker zonnetje erbij. Precies, dat is altijd heel belangrijk bij onze dag. Ja. Ja.